Deze periode is een tijd waarin we noodgedwongen thuis moeten blijven en waar we genoeg tijd hebben om na te denken. Dit zei de Rooms-Katholieke bisschop Karel Tschuny vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij vindt dat deze tijd ons de gelegenheid biedt om ons te bezinnen over de wijze waarop wij met Gods schepping zijn omgegaan en hoe zoiets heeft kunnen gebeuren. Met iets duidt hij op de COVID-19-pandemie die de hele wereld in zijn greep heeft. De bisschop raadt daarom een ieder aan zich terug te trekken en hierover na te denken. De mensheid moet nu wel meer verantwoordelijkheid gaan nemen, want er is een direct verband tussen de manier waarop wij omgaan met de wereld en waar dit virus is ontstaan. Daar werd er op een markt allerlei exotische dieren verkocht en het COVID-virus wordt gerelateerd aan vleermuizen, dus niet normale voedsel van de mensen. Dus wij mensen gaan op een bepaalde manier om met Gods schepping, op een manier die onwijs is. En wij vernietigen bossen. We zorgen ervoor dat de natuurlijke habitat van wilde dieren verloren gaat. Wilde dieren komen dichter bij grote civilisaties, grote steden. En zo kan het gemakkelijker gebeuren dat er virussen die bij dieren ongevaarlijk zijn, overstappen naar de mens. Verder zegt bisschop Tschuny dat deze periode ook veel fake news teweeg brengt. Hij vindt het daarom belangrijk dat er geen aandacht aan deze informatie wordt besteed. Tschuny is van mening dat fake news, waaronder de conspiracy of complottheorieën, ten doel heeft de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem. Sommige mensen menen ook dat het einde van de wereld is. Daar kijk ik ook niet naar. De crisis nodig. Het dwingt ons om na te denken van hoe we omgaan met Gods schepping. Mm-hmm. En dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste perioden van de christenen. Het is morgen Goede Vrijdag, we hebben zondag Pasen. Een van de allerbelangrijkste perioden waarbij mensen heel graag de kerk bezoeken. Grote groepen mensen de kerk bezoeken. Mensen kijken er naar uit. Hoe gaat uw gemeente, hoe gaan de christenleiders om in deze periode waarbij een heleboel niet mag? Dus in het begin van het christendom was de huiskerk heel erg belangrijk. En in de Joodse traditie, bij het Pasen, was het een huisliturgie. De vader speelt dan een heel belangrijke rol. Hij vertelt de kinderen dat zij ooit slaaf geweest zijn in Egypte. En dat zij Pasen gedenken alsof zij degene zijn die uit de Egyptische slavernij door God bevrijd worden. Dus het is een crisis, we kunnen niet samenkomen, maar het benadrukt eigenlijk dat het gezin is de kerk, is de kleinste kerk. De Rooms-Katholieke bisschop Karel Tschuny, die ook aangaf dat vaders een belangrijke rol vervullen in de thuiskerk. De bisschop was vandaag de gast in het ATV-programma COVID-19 Update.